Yeah, you know, pack your bag so we can go get away. I know, I know. Dus ik zette hem op en ik was ook een beetje aan het kijken van, vindt hij hem nice? Maar hij zat echt zo en hij zei, die love the 90s vibe, want het heeft een beetje een 90s vibe. En dan een paar suits als Jonko en hij ging gelijk de boek van, ja. Take a cruise down to Malibu and let the top down. You with the boss man. Nou, ik ben Odilia, ik ben 24 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht. Ik ben een zangeres en ik rap en ik ben gewoon artiest eigenlijk. Ik had altijd die droom al gehad om artiest, om groot te worden in Amerika eigenlijk. En met mijn laatste stipie en mijn laatste gespaarde geld had ik mijn trip naar LA gepland. En ik dacht van, ik had gewoon een goal van oké, ik moet mensen gewoon leren kennen. En dus toen s'avonds ging ik naar Beverly Hills Hotels, Hilton Hotels, waarvan ik wist dat daar de sterren en zo sliepen en dus de music executives. You with that? That's right. Natuurlijk, ik heb wel eens een breakdown of zo. Weet je, heb ik ook in LA gehad dat iedereen de hele tijd nee bleef zeggen. En dan op een gegeven moment kom je dan thuis na zo'n lange dag de hele tijd. En dan denk je ook van, je bent gewoon super gedemotiveerd, word je daarvan. Break it down in the size. Don't know what to do. Het lijkt gewoon heel onwerkelijk, ook nog in mijn hoofd, maar het gebeurt echt. Weet je wel, ja. Ik heb nooit gedacht van, het gaat niet lukken. Maar dat is ook waarom het lukt, denk ik.